Zoom zoom! Hey lieve kids, wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb enorm veel meegemaakt en dat zit allemaal hier in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi, Bibi erbij. Hey, daar is Bibi, kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, kom maar lekker bij. Bibi. Vandaag heb ik Bo een mooi beet genomen. Hij dacht dat ik Sinterklaas was. En hij dacht dat hij mee moest naar Spanje. Bibi, Bibi, zijn de honingkoekjes al klaar? Bijna, Bo. Oh, heb jij je tekening voor Sinterklaas al af? Ja, ja. Hoe lang duurt het nog voordat de honingkoekjes klaar zijn? Ik heb zo'n honger. Niet zo ongeduldig, Bootje. Zo, en dan nu nog de meid erin kleuren. En hij is klaar. Wow, wat een coole tekening. Ik krijg vast een heel groot cadeau van Sinterklaas. Zo, kijk eens. Alsjeblieft. Joepie, honingkoekjes. Oh, daar had ik zo zin in. Maar Bibi, waar is jouw schaal met honingkoekjes? Wow, deze koekjes zijn toch voor ons allebei, want eerlijk zullen we alles delen. Wauw, ik dacht dat ik deze hele schaal voor mezelf heb. Nou, ik heb namelijk zo honger. Oh, kijk eens, wat vind je van mijn tekening? Wauw, die is echt super mooi, zeg. Wauw, die is echt heel mooi. Oh, heb je mijn tekening ook gezien? Welke tekening? Waar is mijn tekening nou? Ik had hem net nog. Nou, wat gek. Waar is mijn tekening nou gebleven? Misschien heb je de tekening meegenomen naar de keuken. Toen je honingkoekjes ging maken. Ja, dat zou kunnen. Ik ga even in de keuken kijken. Waar is hij nou toch? Waar is hij nou toch? Waar is hij nou? Oh, ik zie hem al. Daar is mijn tekening. Als Sinterklaas mijn tekening ziet, krijg ik vast een heel erg groot cadeau. Bo, kijk, ik heb mijn tekening weer hoor. Oh, ik kan niet meer. Bo, heb je nou alle honingkoekjes opgegeten? Oopsie. Oh, sorry, ik kon het niet laten. Ik had zo'n honger. Oh, Bo. Als Sinterklaas hier achter komt, hè, dan moet je misschien wel mee in de zak naar Spanje. Gekke Bibi, mee in de zak naar Spanje. Wel nee hoor, ik ben heus niet bang of zo. Trouwens, als Sinterklaas mijn tekening ziet, dan krijg ik vast een heel groot cadeau hoor. Nou, dat weet ik niet hoor, Bo. Sinterklaas houdt niet van stoute bijtjes die alle honingkoekjes opeten. Ach joh, Sinterklaas heeft het niet eens gezien. Kom, ik heb nog meer zin in honingkoekjes. Wil je nog meer honingkoekjes voor me maken, alsjeblieft? Maar natuurlijk, Bo. Ik ben zo weer terug. Zo, meneer Bo is niet bang om mee te gaan in de zak naar Spanje. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ik heb een plannetje. Joepie de boepie, mijn tekening is klaar. Zo, nog een tekening. Cool zeg, joh. Hallo, Bo. Oh, hallo Sinterklaas. Wat? Sinterklaas? Hallo, Bo. Ik zie dat jij een mooie tekening aan het maken bent. Ja, Sinterklaas. Maar ik zie ook dat jij een hele schaal met koekjes op hebt gegeten. En ik weet dat jij die niet gedeeld hebt met Bibi.
Oh nee, sorry Sinterklaas. Maar moet ik nu echt mee naar Spanje? Alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Oh nee. Nou, misschien moet dat wel. Tenzij je een mooi liedje kan zingen voor Sinterklaas. Kom jij maar eens even bij Sinterklaas op schoot. Oké dan. Nou, Bo, daar verstond Sinterklaas helemaal niks van. Dat mag wel iets harder, hoor. Sinterklaas, kapoel, hoentje, gooi met je schoentje, gooi met je laarsje. Dank je, Sinterklaasje. Alsjeblieft, Sinterklaas. Oh, alsjeblieft. Neem me niet mee naar de zak in Spanje. Ik zal het nooit meer weer doen. Echt waar. Sorry. Nou heb ik jou gefokt, Bo. Wat? Dat meen je niet. Oh, Bibi. Oh. Jij hebt me voor de gek gehouden. Ik dacht echt dat ik mee moest naar Spanje. En jij zei dat je niet bang was om mee naar Spanje te gaan. Nou, oké, een beetje Bibi. Het spijt me dat ik alle honingkoekjes heb opgegeten. Het is je vergeven, Bo. Weet je wat ik nu ga doen? Ik ga nu geen tekening maken voor Sinterklaas, maar ik ga een hele mooie tekening voor jou maken. Oh, dat is echt lief, Bo. Oh, misschien krijg ik dan van Sinter Bibi wel een heel, heel, heel groot honingkoekje. Oeh, Bo. Had ik Bo toch mooi even te pakken, hè? Hij heeft echt wel een hele mooie tekening gemaakt, hoor. Oh, ik heb echt zo'n leuke dag gehad vandaag. We hebben uiteindelijk onze tekening in onze schoen gedaan. Ik ben zo benieuwd wat ik in mijn schoentje ga vinden morgen. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze leuke dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer. Zoom, zoom. Hey, daar is Bibi.